Pieter. Ik weet niet of iemand kan. Wel? Dat ja. weet ik niet. Totdat ja. iemand zegt, het mag niet en dan lopen we weg. Oh ja. Goedemorgen. Wat? Goedemorgen. Hey, nieuw seizoen. Pieter. Leuk, nieuw seizoen. Nieuw seizoen. Maar eerste aflevering. Nee, vorige week was dus al de eerste vlogaflevering. Ja, ik vind dat een rotstreek. Maar wat gebeurde daar nou precies? Nou, bel mij voortaan. Ik weet er niet wanneer jullie beginnen. Ik moet dat allemaal maar raden. Maar hoezo weet jij dat niet? Jij bent de producent. Ja. Dat is toch gewoon slordig van jouw kant uit? Dat is een heel ongeloofwaardig verhaal. Maar daar gaat het even niet om. Ik vroeg maar voor hoe nieuw seizoen zeg. Hoe was de eerste week? Nou ja, best wel leuk. Nog één keer. Moet ik nou daarin kijken of jou aankijken? Wat je wil. Oh, jou aankijken. Ik vind het leuk. Hoe was jouw eerste week? Mijn eerste week was prima. Ja? Ja, was heel leuk. Dat ben je een beetje ook over... Want het afgelopen seizoen was gedoe. Er was een hoop aan de hand. Wat was er aan de hand? Nou, er was van alles aan de hand. Mis jij Sander een beetje? Sander? Wie is Sander? Nee, Chander. Nee. Chander? Rutger. Rutger? Rutger van de internetafdeling. Rutger. Die is ontploft. Rutger. Nee, Hendrik. Wist je heus wel. Hendrik. Nee, Hendrik. Ben je blij dat Hendrik zich heeft opgeofferd? Nou, ja. Op zich wel. Want ja, dan... toch? Ja. Ja. Maar ik vind het ook wel zielig voor nee, hem. Nee, het is heel zielig. En weet je wie heel blij was? Nou? Dat jij nog leeft? Nou? Arjen Lubach. Wanneer zei hij dat? Die zei hij van de week nog. Ik ben zo blij dat Martine nog leeft, dankzij Hendrik. En toen? Hij heeft iets heel bijzonders gedaan. Wat heeft hij gedaan dan? Iets heel bijzonders. Weet je dat nog niet? Nee. Hij heet geen Arjen Lubach meer. Ja. Hij heet nu Arjen Hendrik Lubach. Ja, houd toch op. Echt waar. Dat geloof ik niet. Echt waar. Echt waar. Het staat zelfs in zijn paspoort. Niet. Wel? Niet. Wel? 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 Jij kent hem toch, Martine? Jij kent hem toch een beetje? Ja, ik ken hem wel. Ja. Maar... Kan je niet even in zijn paspoort kijken? Dat kan ik wel doen. Nou. Ik geloof je gewoon niet. Vraag het. En bewijs het. Voor alle vlogliefjes. Okay. En dan is het ook klaar. Dan is het klaar. Hoofdstuk Hendrik is afgelopen. Bedankt Hendrik. En door. Hey Tom. Hey. Hoe gaat het? Goed. Zijn er nog van die groene dingetjes? Wat voor groene dingetjes? Van die groene dingetjes met van die pitjes erin. Ruiven. Oh, ja. Oeh. Je hebt Job voor de verjaardag cadeau gedaan. Ik dacht dat het deze bananen waren. Oh, waren die bananen. Het was iets wat niet meer goed was in elk geval. Dank Job. Classic. Nou, hoe kan je dat gewoon? Eén keer? Ja. Wat? Wat? Muis, wat doe je daar? Ik zie dat muis ook van bevroren aardbeien houdt. We hebben zo'n rare hond, want onze hond houdt bijvoorbeeld ook van bevroren fruit. Muisje, kijk. Ja. Ik moet even met jou overleggen. Wat dan? Ik hoorde dat jij zomaar muis hebt op een logeernachtje hebt gestuurd. Ja. Even, terwijl je dat niet met mij op hebt overlegd. Maar, oh sorry, maar muis wilde het zo graag. Maar het is toch ook mijn hondje? Oh sorry. Vind je het goed als muis gaat logeren vannacht bij Eve? Als ze het zelf wil. Ja, dat zeg ik net. Hoe geeft ze dat aan dan? Bij wie wil je logeren vannacht? Ga er maar bij staan, bij wie je wil logeren.
Oh, je staat al op de goede plek. Nee, ja. Nou, prima. Ja, zo kan ik het ook. Muis, blaf niet als je Pieter een grote vindt. Pieter, slecht nieuws. Wat een kut, hond. Pippi. Martine. Hoe gaat het? Echt heel goed. Het is maandag. Ik heb heel veel. Ik keek ook echt best wel uit naar vandaag. Ik vond het leuk ook dat we gewoon weer allemaal dingen kunnen doen. Dus ik kan gewoon weer met dingen gooien. Wat ga je doen? Jezus, wat een herrie. Jezus. Au. Ik heb dus geroosecycled vrijdag. Ik hoorde het. Het doet heel veel pijn. Maar jammer dan. Ik dacht geroosten. Het was fantastisch. Roosten? Roosecyclen. Ik weet niet eens wat dat is. Fietsen was een ervaring. Ik dacht, ik ga met een vriendin lekker roadcyclen op vrijdag. Leuk, lekker sporten. 3 kwartiertjes. Ik ben helemaal afgemat. Ik ben kapot. Doei. Tot zo. Kom maar, deze kant op. Het publiek van Pauw en Jeroen is weer terug. Is het vanavond Sophie? Volgens mij Jeroen. Nee, Sophie. Arjen, wat was dat? Ik sta hier nu op. Het hele ding viel om, de hele rek. Waarom ga je daar aanhangen? Niet af, ik deed gewoon zo. Bijna fout. Hé, hey, maar wel goed voor de vlog dit. Ja, dat is wel. Ik heb het. Nou, ik ga zo naar huis. Waar is je kistje? Ja, het is een prop geworden in de uitzending. Nee. Oscar, ik denk dat jij in deze doos past. Ga er eens in. Ik betwijfel er. Pas hier niet in. Jawel, daar pas je wel in. Ja, maar ik denk dat niet. Jawel. Ja, maar ik heb er niet zo zin in. Jippie, ga jij er eens in. Juist. Ik heb nog steeds spierpijn. Oh, zo. Dit past toch? Het past wel. Ja, als ik geen spierpijn zou hebben. Nee, dit past hem niet. Oh, misschien. Ja, dat past. Nog verder, nog verder. Bukken. Oh nee, hij scheurt uit zijn doos. Ja, die eerst. Hebben we het retourlabel? Weet iemand waar JP is? Oh. Ja, hier in de. Kom nu uit, grondsmurf. Je hebt dat bordje even dicht? Oh. Nee, je moet niet dicht. Niet dicht doen. We vallen het op nu. Kan iemand de deur naar de trap open doen? Wat doen jullie? Dat kan toch niet? Nou, jongens, pas op. Wat gaan jullie nou doen? JP, gaat het? Stil. Wat gaan jullie doen? Ik vind het echt zielig. Komt hier. 1, 2. Gaat ie, JP? Oh, kan toch niet, JP? JP! JP! Martine! Wat gaat het? Nee, ik voel mijn spierpijn. Oh, wat zielig. Kom er maar uit. Ah, Jezus. Jezus, waar ben ik? Jongens! Sorry, JP, ik ging per ongeluk. Dit kan toch niet? Hi. Thomas, ben jij het? Ik ben het. What the fuck ben je aan het doen, man? Ja, sorry. Een beetje een andere richting op met mijn leven. Kom op, allemaal een braaf comedy schrijven. Een beetje rellen, toch? Wat denk je? Wat is meer hooligan? Met bril? Wat denk je zelf? Of zonder bril? Wat denk je zelf? Volgens Sumi heb ik sowieso te aardige ogen voor een hooligan. Ja, dat is ook dus je ziet waar. Eigenlijk gelijk, die ME'ers denken gelijk van ah. Moet je niet een zonnebril op? Ja, dan zie ik helemaal niks meer. Ik heb nog een sprinter voor jou, Janine. Je staat in heel feeriek licht. Is dat positief of negatief? Dat is heel positief. Ja? Dit is al een beeld wat mensen niet vaak zien. Ik zelf ook niet. Dat je achter je desk
een bordje yoghurt zitten eten. Dit is ook het leven van Arjen Lubach, mensen. Dennis, hoor je mij? Hey, heel goed, Arjen. Hoor je mij ook? Ja, dat hoor ik vaker. Jij hebt een bek niet, maar jij was het wel in die zon. Waar kan die daden spreken worden dan vandaan? Dat is dus mijn tweeling, broer. Ja, sommige mensen krijgen de baard in de keel. En ik krijg de kuip in de keel. Sommige mensen krijgen de baard in de keel. Ik kreeg de kuip in de keel. Een leuk stukje trouwens net over die boeren. Boeren! Boeren! Wauw, oké. Okay. Het voelde als een woord dat bestaat. Wat? Nu sloertig? Sloertig, ja. Sloertig. Ja. Slobberig heb je. Ja, toch? Sliertig. Kijk. Sliert. Sloerie. Sloertig. Ja, het is echt een soort combi. Ja. Je bent nieuw in de vlog. Ik ben stagiair. Kun je even voorstellen misschien? Ik ben Djoeke. Hoi. Hoi. Welkom in de vlog. Oh, word ik rood? Volgens mij word ik rood. Helemaal nee, zenuwachtig. Echt? Oh, misschien komt dat hierdoor. Ja, al die mannen. Dit heb je al gefilmd, helpen. Toch? Vanaf daar ook? Zeker, vanaf iedere hoek heb ik dit gefilmd. Ja. En ze heeft nu jouw sloertig erop. Ja, sloertig. Nee, daar was ik net te laat voor. Te laat mee. Ze zei dat haar knieën een beetje sloertig zijn. Nou ja, niet mijn knieën, maar zo mijn broek. Ik zit dan zo met mijn knieën omhoog. Oh, je broek is sloertig. Maar dan nog weet ik niet wat het betekent. Het blubbert dan een beetje uit. Martine, je hebt nu wel Soumi alleen gelaten in deze. Oh, die is daar nog. Ja, maar die zit alsof het er... Waar zit het haar niks doet. Oh, die zit daar. Soumi, gaat het? Kunnen we nog contact krijgen met Soumi? Ik weet het niet. Ook, ja, dat zien we vanavond al. Ja, nee, meestal vragen ze nog even welke jij het leukst vindt. Oh, leuk! Dan word je zo, wat ben jij aan het doen? Dit is een camera! Voor de backstage vlog. Dit is Claudia. Claudia en I go way back. Ja, ik ben eigenlijk altijd backstage en heel af en toe word ik Ja, ze is een reservegast. Ja. Zit hier, woont hier in een hokje. Ja. Nou, ja. Johan Vlemmings. Ja, Tim Hofman kon niet. Hey, Claudia en ik kennen elkaar al, vlogliefjes, al sinds 2002? Ja, what? 2002. Dat is toch bizar dat het überhaupt... Daar werken hier mensen die... Die zijn maar letterlijk. Geboren werden, letterlijk. Ja. Echt een krankzinnig. Dat wij er nog zo uitzien. Heel oud, ja. Ik bedoel, ik. Jij bent blijft al. Was Arjen al heel leuk. Nou, toen waren wij zo vaak zo verveeld. Ik heb wel veel van jou geleerd. Echt? Natuurlijk. Wat doen we zo verveeld? Nou, dat we in een gebouw werkten met dit soort gangen. Ja. En dat dan heel vaak jij uit pure verveling over die gang rende. Dat we dan, ja. Dan moest je echt iets pakken en dan gewoon van ja, het duurt gewoon te lang om te lopen. Oh, dan hoorde ik zo een beetje platvoetachtig jou aankomen. Ik heb nu een stepje, wil je hem zien? Echt? Ja, kijk. Dat is even een man die je helemaal niets ging zeggen. Dit hollen inderdaad. Ja, nu heb ik geen, nu ga ik niet meer rennen. Maar, dit is om die... Om die lange gangen te hebben. En we gezien. Dus zie je toch dat er veel is gebeurd sinds 2002, hè? Je bent er ook heel handig mee. Gelukkig toch, ja. Ja. Het is nog nooit misgegaan. Een famous last word. Nee, dankjewel. Later, morgen. Ik zie je zo. Doei. Steek gewoon je hand omhoog. Ja, daarboven. Wat is er uiteindelijk gebeurd met Hendrik en zijn opoffering in de vlog? Wat is er gebeurd met Hendrik en zijn opoffering in de vlog? Martine, kom aan de zee. Martine, kom er even bij, toch? Dat is leuk, toch? Ja, Martine. Er zijn denk ik 4 mensen die het leuk vinden om jou te zien nu. Want die volgen de vlog. Jij had een vraag over de vlog. Dus misschien kan Martine hem zelf beantwoorden. Wat is er gebeurd met Hendrik, toch? Wat is er gebeurd met Hendrik? Ja. Ik mag in mijn microfoon praten, dat je niet in wat gaat Arjen Lubach raar staan, maar... Nee, dat werkt alleen... Ja, ja. Die heeft zichzelf opgeblazen. Ja. Laten opblazen. Die mensen denken echt, wat is dit voor vlog? Wat? Ja. Kijk allemaal, dat is echt heel spannend. Ja. Ben je vandaag ook weer aan het vloggen? Zeker. Ja. En, leuk voor jou, want je vader zit in de zaal. Ja, daar zit hij. Ja, en je zus. En nou, applaus voor de vader en de zus van de studio. Dat is toch gezellig? Ja.
een vraag. Ja. Ik heb een vraag. Mm-hmm. Wat heb je daar? Stukjes gedroogde mango. Oh, lekker. Zo lekker. Luister eens even. Ja. Hier in de gang, daar zit een deur. Ja. Wat zit daarachter? Welke deur? Ik kan daar niet doorheen. Welke deur? Die, als je hier zeg maar om de hoek en dan helemaal vlak voor de wc's, daar zit nog een extra deur. Show me. Nou, kom maar. Ik wacht wel even. Moet ik water meenemen, denk je? Nee, het is niet zo ver weg. Wat kom jij veel in beeld voortaan, hè? Ja. Het lijkt alsof het voortaan helemaal over jou gaat. Ja, het gaat ook over mij. Echt waar? Als je het zicht er niet in hebt, gewoon goed blijven doorlopen. Ik laat het je zien. Nou, dit is jouw hokje. Nee, hier is het, bedoel ik niet. Kom. Deze deur. Geen idee. Maar hoe lang zit hij het? Nou, ik... Er zat toch helemaal geen deur? Hier zat geen deur. Dat is raar, toch? Geen idee. Dat is toch raar? Ja, dat is heel raar. Ik denk dat dit een soort... hoe noem je dat? Zo'n kast waar knopjes in zitten als de stroom uitvalt. Stoppenkast. Ja, stoppenkast, ja. We gaan kijken. Het zal weer iets crazies opleveren. Oké, let's go. Let's go. Is dit de doorgang naar de studio? Hè? We gaan terug. Pieter? Wacht even, mijn klomp is aan het breken. Hoe komen we nou? We gingen toch net? Er is maar één verklaring. Het is een magische deur. Het kan niet anders. Ik heb hier zo geen zin in. Ik ook niet. We zijn nu dus in de studio. Jezus, ik heb geen idee hoe dit gebeurd is. Dit mediapark is zo vermoeiend. Het is echt... Ik word er helemaal gek van. Dit gezeik was nooit in Amsterdam. Ja, nou, we moeten weer helemaal naar boven. Ja. Het is fucking onhandig. Ik ga een shortcut nemen. Oké. Huh? Waar ben ik nou weer? Verdomme! Nu je toch zijn. Deze mannen staan altijd hier. Maar als het publiek komt, ja, dan is die vrij donker. Ja. Maar wat wil je als je deze mannen zo op een rijtje ziet? Wat wil je dan? Met ze op de foto. Uiteraard. Dus we gaan ze verplaatsen. Oké, mag ik, Diederik? Ja, jij wil weer de kleinste? Ja, die is misschien dan niet zo de grootste. Taxi, we komen terug. Misschien hebben er nu mensen wel gekeken die dus op de foto zijn geweest. Ja. En zien ze nu wat er allemaal vooraf aan ging. Namelijk jouw briljante idee. Echt briljant, hè. Hé, hey, weet jij waar Soumaya is? De pop van Soumaya? Ja. Die hebben we nog niet. Echt niet? Nee. Onacceptabel. Ja, maar nu kunnen we die deur niet gebruiken. Jawel, niet toch? Oké. Okay. Is dit leuk of is dit... Heel leuk. Moeizaam. Ja, top toch? Vlogkijkers, ik sta hier met Robert Hoog. Ja, dat is toch geweldig. Ik weet niet waarom ik dit aan het presenteren ben, want het is jouw vlog, dus jij moet de vraag stellen. Ik vind het wel leuk, ga maar door. Nee, dat ga ik straks al doen beneden. Ik heb gehoord dat je genomineerd was voor een Emmy. Ja, klopt. Ik was genomineerd voor een Emmy heel lang geleden. Wat vet. Dat was heel leuk. Ben je de eerste Emmy-nominee in deze vlog? Dat weet ik niet. We hebben wel een aantal mensen gewonnen. Ja. We gaan dat uitzoeken. We laten je met rust. Ga lekker voorbereiden. Tot zo. Zie je zo beneden. Doei. Doei. Oh, wat lekker. De dingen zijn top. Moet het goed komen, toch? Moet toch goed komen. Ja, tot tekst moet het gewoon goed komen. Goed komen. Ja, joh. Doei allemaal, tot zo! Doei, doei, doei! Dankjewel, Hilke. Thank you.
is hier aan de hand? Ik mag de stekhammer omkippen. Echt? Ja, dit is een grote dag voor mij. Oh. Ja. Ja. Zet hem op, Oscar. Dankjewel. 2 jaar lang getraind. 2. Ja. Moest dat ook? En nu? Nu moet het allemaal in de mandjes. Ik moet weer wat doen. Pieter? Pieter, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn jas aan het zoeken. Die ligt hier. Yes. We gaan even nog een keer door die deur. Ja, daarom doen we mijn jas aan, want je weet nooit waar je terechtkomt. Oké, leuk. De magische deur. Magische deur. Laat in de comment nou achter waar je wilt dat de deur naartoe gaat. Voor de volgende keer. Ja. Kan overal op het Mediapark zijn. Dat denk ik. Vermoed ik. Die deur? Crazy. Crazy, oké. Misschien komen we gewoon in de studio uit. Waarom doen wij onze jas aan? Oké, klaar voor? Ja. Ja? Laten we gaan. 3, 2, 1. Martine! Het is hier geel. Het is hier heel geel. Het is hier heel geel. Kijk, we zitten al in 4 inmiddels. Oké, let's go. TV is magisch, hè? Maar ik heb geen goede herinneringen aan de vorige keer dat we zo diep ergens waren. Jezus. Het stopt hier. Ja. Nou, dan moeten we wel die deur door. Het zou heel gek zijn als je die deur open doet en dat we dan weer op kantoor zijn, toch? Ja, op de redactie. Dat we weer op de redactie zijn? Nee, dat kan niet. Nou, we zijn al op de redactie, want daar is de pingpongtafel. Waar zijn we? We zijn inmiddels. Ja, we zijn inmiddels bij beeld en geluid terechtgekomen. Holy fuck. Dus kijk, joh. En we gaan in dit liftje. Pieter. Dit is vet. We zitten nu hemelsbreed 400 meter verderop. Hoe kan dat nou weer? Klopt. Gangen. De gangen van Hilversum. Die zijn magisch. We gaan op zoek naar wat wil je zien in het archief. Banden? Hoe we weer terug moeten. Jezus, ik ben steeds aan het duwen. Leuk. Pieter. Ik weet niet of je hier mag dit wel? Dat ja. Weet ik niet. Totdat iemand zegt, het mag niet en dan lopen we weg. Oh ja. Het is wel altijd leuk met jou, Pieter. Doe je. Zullen we weer teruggaan? Nee, ik wil archief kijken. Heb je jezelf toch bij? Moet eens kijken hoe vet dit is. Daar staat Mies Bouwman. Niet de echte, maar dat, de abstracte. Vet, hè? Hier is het archief. Ik kon nog een band zien. Ik denk niet dat je hier overheen mag klimmen. Nee, dat ga ik ook niet. Kijk, dit is een schuifdeur. Pieter, dit zit niet... Stop eens. Nee, het is geen schuifdeur. Dit zit niet voor niet. Het is dicht. Nee, dit kan niet, wat je nu doet. Nee. Maar we moeten hier wel ergens naar het archief. Ja, dit is dus hierachter, volgens mij. Dat weet ik niet. Maar wat voor archief? Waar heb je het over? Alles wat op tv is gekomen, wordt hier bewaard. Ooit? Dus ook nog grote rollen met film, maar ook bandjes. En ja, tegenwoordig natuurlijk helemaal digitaal, dus er zullen ook wel servers staan. En zo zagen vroeger dus de banden eruit. Dit is gewoon niet waar. Ja, zo. En dan werd hier afgespeeld. En dan hoor je, kijk, als je dit doet, dan hoor je de tune van Cake op de Week. Hoor je het? Herken je het? Ja. Zie je? Zo ging dat vroeger. Oké, we gaan weer terug. Er is hier geen trap. Jij zei, we gaan op een avontuur, dus we gaan weer door die deur. Mm-hmm. En ik vind het gewoon best wel irritant dat we nu zo ver van huis zijn. Nou zeg, het is toch leuk hier? Kom, we gaan naar een andere verdieping. Oh, kijk, hier zitten we. Waar kijk ik naar? Geen idee. Terreinplan van de gronden van de Nederlandse Radio-Unie. Oh. Altijd een balletje meenemen. Oh, dan gaan we weer terug. Het ziet hier precies hetzelfde uit. Nou, liep het er net. Oh, ik ben al kapot van die 2 trappen. Maar het is heel vet, denk ik. Waar ga je heen? Hier, naartoe. Het is toch een open deur? Oké. Okay. Heel een beetje hoogtevrees. Even kijken, het is dus leuk om... We moeten eigenlijk gewoon in zo'n depot. Oké, we komen nergens in. Nee, het was leuk. Laten we teruggaan. Kan iemand bellen. Oké, doe dat dan. Ja, die kan ons erin laten. Misschien, okay. Als hij wil. Dat is Dennis. Hey Dennis, hoi. Je spreekt met Pieter Klokken. Wij zijn dus heel toevallig met de vlog in beeld en geluid terechtgekomen.
En we hebben gewoon een kaartje gekocht. Maar we kunnen nergens in. Kan jij misschien... Zou je ons willen helpen om ergens in te kunnen? Als dat mag van jullie. We staan. Moet je even zeggen waar we staan. We staan bij het depot 3.06 demonstratiedepot. Oh, wat leuk. Nou, ja, tof. Tot zo. Wat? Jij kent echt iedereen. Ik ken iedereen. Nou, hem. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Hoi. Leuk dat jullie zijn. Hoi Dennis. Weet je hoe wij elkaar kennen? Nee. Dat is echt een heel gênant verhaal, maar ik heb Dennis dus een keertje aangereden. Bijna. Net niet. Nee. Waarom heb je hem dan niet meteen gebeld? Waarom gingen we dan helemaal met die deur en zo? Ik wist niet dat we hier terecht kwamen. Oh ja. Dus kom verder. Oh, maar het is zo vet, hè. Hier ligt dus echt van alles van de televisie- en radiohistorie. Dit is echt te gek. Persoon is jarig. Had mijn persoon op zijn verlanglijst. Kijk nou. Wat is dit? Dit is de trui en de mok van Jan de Hoop, de iconische nieuwslezer. Diep ademhalen, daar ga ik voor de laatste keer. Goedemorgen, dit is het ontbijtnieuws van donderdag 2 juni. Iedereen kent het op het wel van zijn trui. Ging jij nou aan de trui van Jan de Hoop ruiken? Ja, ik was gewoon benieuwd. Wat ben jij raar? Ik wil wel even aan het vieze jasje ruiken. Dat is het vieze mannetje. Is het van een vieze man, ja. Oh, lekker. En? Ja, vies. Viesbuik! Kan je zo bazen? Hé, dit is van Margreet Doelman. Mensen thuis, die worden nu al gek. Die denken van, wat heeft dat nou voor zin? Meneer Harmsen. GTS. Dit jaar zuster, nee zuster. Ventje is nog veel te klein. Waar zou je toch zijn? Voor de Bassinadia fans, dus vlak voor de kerst hebben we het hoedje van B2, de boef uit Bassinadia gekregen. Wat zeg je? Oh ja? Goh, Pier, jij snapt echt alles, hè? Ja. Maar niet heus. Hallo, meneer de uil. Waar breng je ons naartoe? Naar vanavond. You must confess. Are you real? Yes or no? Tex heeft daaraan gezeten. Hebben we daar een fragment van? Ja hoor. Oké, Tex, 20 of 60 maakt lingo en je hebt... Helaas, bal 40. En nog 2 ballen. Wordt dit lingo? Het is bal... 6! Ja! Woe, gefeliciteerd! Heel erg goed gedaan! Anders hebben ze dat hier wel. Ben het dat? Split. Nou, dit vind ik echt heel leuk. Pieter, nergens aan zitten, Pieter. Oh nee, sorry. Ik vind dit wel te gek. Echt cool. Oude meuk. Geweldig, dat vind ik echt zo cool. Goeie. Hey, de kijkbuivers. Ah, groenbuizers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Code Boswachtershow. Nou ja zeg, dit is voor mijn tijd. Dit was, hoe heet dit ook weer? Floris. Floris. Jerry, de slimmeraar. Wat? Nee, wat vet! Oh, dit vind jij echt leuk. Ja. Het zijn de originals. Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Ik vind het wel heel cool. De herberg Hamelen. Van Hamelen. Is dit van Hamelen? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Laten we wel afspreken, zo'n la, die moeten eigenlijk ook komen voor de avondshow. Absoluut. Wat wil je erin hebben?
wat jullie kwijt willen. Dus dan denk ik aan draaiboeken, aan attributen die jullie hebben gebruikt. In ieder geval iets wat symbool staat voor leuk. Het programma. Leuk. Oké, okay, wij gaan spulletjes verzamelen. Ja, als ik jullie was, zou ik deze tab nemen. Dan kom ik goed. Snelst bij. Super. En dankjewel voor de uitleg en het laten zien. Graag gedaan. Thanks. Bedankt. Oh, we gaan weer lekker naar de redactie. Het moet ook wel weer werken. Ga je naar beneden? We gaan naar boven, toch? Ja. Moet jij nog veel doen? Ja, we moeten weer terug. Dit kan me niet helemaal herinneren. Hoe ver gaat dit nog door? Ja, ik weet het ook niet. Gaat het? Ja, het is echt tyfushoog. Ja. Dit is echt trap nummer 18. Niet hè? Ja. Valt jou iets op? Ben je naar de kapper geweest? Nee, kijk eens om je heen. Valt je niks op? Nou, laten we maar verder naar boven gaan. Als jij het niet ziet, dan ligt het aan mij, denk ik. Ja, weet ik niet wat je wilt. Was het de hele tijd al blauw? Nee. Was het geel? Het was geel. Ik ga hierin, ik kan niks meer schrijven. Ik hoor hier ook een heel klein beetje van nu. Ik ook hier kan het worden. Maar... Als er geen uitzending is vanavond. Jezus, wat heb ik de hele dag? Wat zie je? Waar zijn we? In een spaceship of wat? Het is een soort andere realiteit of zo. Ik ga deze puur echt door te zijn. We zijn in het Media Museum. Dat is wederom ergens bij beeld en geluid. Gingen we nou omhoog lopen of omlaag? We liepen omhoog. Omhoog, ja. We hadden omlaag moeten lopen. Kut. Maar goed, dan gaan we hier toch kijken. Want dit is wel vet op zich. Dit is dus het Media Museum. Pieter, even serieus. We mogen hier toch niet... Heb jij een kaartje gekocht? Ja, ik heb een kaartje gekocht. Laat zien dan. Je hebt een pingpongbal gejat, bedoel je? Welkom bij het nieuws. Dat kan je dus hier doen. Dan krijg je dus een filmpje met jou als nieuwslezer. Hoe cool is dat? Maar dat kan nu ook. Hoezo? Omdat ik een groene achtergrond heb en dan kan ik opzetten wat ik maar wil. Wat ga je erachter zetten dan? Wat wil je? Ik weet niet, waar gaat het over? Nieuws. Nieuws. Volg dit kanaal voor meer nieuws, onder andere over meeuwen, kangoeroes en zebra's. Lekker Pieter. Thanks. Kijk hier, normaal gesproken, en gaat hij je hier herkennen? Maar ja, wij zijn hier, ik weet niet, mijn kaartje doet het niet goed. Je hebt gewoon geen kaartje. Jammer. Nou, jij ook niet, hè? Nee, ja, maar ik loop gewoon achter jou aan. Dit is heel belangrijk. Oh shit, het is nu nieuws of nonsens stond daar. Dat is ook heel cool. Kom, we gaan verkopen. Misschien moeten we het ook een keertje doen als we zo gewoon zijn ingelogd. Ja. Oh, Lookie, altijd leuk. En ja? Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, of we afronden. Nu al? Ja, nee, we kijken nog even verder. Kijk, dit ben jij. Ja, ga er maar achter. Wat kan je hier doen? Kruip in de huid van een influencer. Wow. Koop dit leuke tasje. Viral. Honest. Lekker tasje. Super duper cool. Huh? Oh, het was niet zo goed. Ja. Lekker Pieter. Nice. Orders. Sappy. Oh, did you? Is wel leuk.
Als je nou iets wil weten over films en series... En cliffhangers. En cliffhangers en hoe dat gemaakt wordt, ga naar het Media Museum. Dit lijkt wel... Zijn we nu influencer aan het spelen? Ja. Leuk! Als we nou genoeg influencen, dan mogen we ook weer in het museum. Echt? Ja, want ik zag beneden wordt een influencerzuil voorbereid. Lekker, laten we het doen. Oké. We gaan weer naar buiten, ja. Maar via de normale weg, want anders komen we weer god weet niet waar. Niet door een deur, alsjeblieft. Nee, laten we dat niet meer doen. Okay. Via de normale weg, zoals een stukje lopen. Maakt niet uit. Ja? Doe cool, want we hebben geen kaartje. Oh ja. Doe cool. Maar doe dan. Ik ben heel cool. Oké, okay, cool. Pieter, daar liepen wij net. Ja, daar beneden helemaal. Crazy, toch? Ja, crazy. Martine? Ja. Waarom mag ik nooit de Big Bear beker van Dollywood? Dat is mijn beker. Okay. Maar jij mag er nu wel uit drinken. Doei jongens, tot straks. Doei. Jij verdient deze leuke beker. Nou, waarom zie je wel wat dingen aan? Ik keek dus ooit. Ik keek een oude aflevering van Friends. Ja. Oh, ja. Ik schrok me rot. Daar zit dus Ross. Die zit dan in dat cafeetje. Weet je wat hij op een gegeven moment zegt? Nee. Ik denk... Jep. Huh? Echt waar. Nou, laat maar even zien. Oh, doe jij het eens. Doe jij het eens. Het zijn 10 seizoenen toch waar ik nu doorheen moet. En go! Jep. Ik heb het gevonden zoals je zag. Het is weer grappig. Jep. Hielke. Ja, Martine. Het is tijd voor je rubriek. Ja. Ik zag dat de vorige video veel positieve reacties heeft opgeleverd. Zeker. Ongelooflijk veel dank, zelfs van Blokkie Games zelf. Ja. Dat vond ik wel een enorme eer. Deze keer wil ik jullie meenemen naar een van mijn favoriete jeugdprogramma's. En dat programma heette Operatie van der Most. En dat gaat over de Twentse ondernemer Henny van der Most. Ik als Zolderaar vind dat natuurlijk mooi. Zolle is geen Twente, maar het ligt er wel vlakbij. Henny van der Most, dat is een ondernemer die bekend is van onder andere speelstad Oranje... En Kernwasser Woenderland. En zijn ding is gewoon dat hij denkt in concepten. Hij koopt gewoon een goedkoop iets op. En daar zet hij dan gewoon attracties in. En dan gewoon gratis eten en drinken. En dan is dat gewoon zijn manier van heel veel geld verdienen. En in dat programma gaat hij dan langs bij ondernemers waarbij het allemaal niet zo lekker loopt. Het mooie is dan dat hij zijn manier van in concepten denken voortzet bij die mensen. En die mensen die zijn er niet altijd blij mee. Kijk maar naar het volgende fragment. Ik heb een idee. Oké. Okay. Om hier een piri-piri tent van te maken. Een kippentent. Kip eten. Onbeperkt kip eten. Oké. Okay. Dus dit moet een kip ook worden. Ja. Het moet helemaal verbouwd worden. In 3 weken tijd. Waarom lach je nou zo? Het valt een beetje, ja. Wow. Ja, heftig toch? Ja. Nee, dus het is gewoon ingooid piri-piri tent van maken.